Goedenavond. De afgetreden staatssecretaris Van der Linden heeft zich toch nog een keer in het openbaar uitgelaten over de paspoortaffaire. Van der Linden deed dat in het Belgische Bokrijk, waar hij onverwacht verscheen op de regionale radiodag. De Tweede Kamer heeft van een mug een olifant gemaakt, zei hij. Maar zij heeft daarbij de grote zaken van de Europese eenwording over het hoofd gezien. VVD-fractieleider Voorhoeven blijkt niet erg onder de indruk van de dreigementen van minister Van den Broek in de paspoortzaak. Minister van Buitenlandse Zaken zei vrijdag dat hij de paspoortaffaire niet verder op zich wil nemen als hij er elke keer, elke week voor naar de Tweede Kamer moet komen. Laat het kabinet maar zorgen dat er snel een goed paspoort komt, zei Voorhoeven vandaag in het NOS-programma Het Capitool. De Kamer is in laatste instantie de hoogste controlerende instelling. Het vertrouwen in de Kamer is noodzakelijk voor het functioneren van leden van het kabinet. En het gaat dus heel eenvoudig om het volgende. Minister neemt de maatregelen waardoor de Kamer de indruk krijgt dat er goed beleid wordt gevoerd. Dus als de Kamer hem wat vaker naar de Kamer roept om het te komen uitleggen, ja, dan moet ik zeggen, daar wordt hij voor betaald. In elk geval gaat Van den Broek woensdag over een week met de Kamer praten over de paspoortaffaire. In de hele wereld zijn vandaag ongeveer 50 miljoen mensen in beweging gekomen voor Sport Aid 88. Van Abu Dhabi tot Trinidad en van Budapest tot Hongkong. Doel is geld inzamelen voor hongerende en dakloze kinderen. Door het slechte weer in Scheveningen kwamen in Nederland maar 713 mensen op de been voor enkele hardloopwedstrijden. Een tegenvaller, want er hadden zich enkele duizenden ingeschreven. Het inschrijfgeld is in ieder geval binnen, al waren de organisatoren niet gelukkig met de verlaten aanblik van het Scheveningse strand. Ieder jaar sterven minstens 15 miljoen kinderen door ondervoeding. Vandaar dat met deze actie vooral de aandacht van kinderen wordt gevraagd. Alle 124 deelnemende landen hebben 2 kinderen naar New York gestuurd. Onder begeleiding van de atleet Omar Khalifa uit Soedan renden ze 1 kilometer. En in de hoofdstad van Maleisië begonnen direct na het ontsteken van een vlam om 8:30 ochtends duizenden mensen met hun bijdrage aan Sport Aid. In Bangladesh heeft nieuwe regenval nog meer land onder water gezet. Meer dan 3/4 van het land is nu overstroomd. De watersnood heeft naar schatting 900 slachtoffers geëist en zeker 25 miljoen mensen zijn dakloos. Verwacht wordt dat de regen vanaf morgen zal afnemen en dat dan het waterpeil in de rivieren Ganges en Brahmaputra zal zakken. Intussen breiden ziekten als diarree en darmstoornissen zich uit als gevolg van het drinken van besmet water en het eten van bedorven voedsel. Uit alle delen van de wereld is hulp voor het getroffen land toegezegd, in totaal voor ruim 400 miljoen gulden. Het vliegveld van Dhaka is weer open en daar worden de komende dagen voedsel en medicijnen verwacht die dan met helikopters naar de ergst getroffen gebieden zullen gaan. 15 jaar geleden kwam in Chili generaal Pinochet door een staatsgreep aan de macht. In Amsterdam werd dat op een aantal plaatsen herdacht. Het protest tegen het militair bewind begon vanmorgen in de Mozes- en Aaronkerk. Daar was ook de Chileense bisschop Camus van Linares aanwezig. Intussen begon even verderop een solidariteitsloop voor Chili. En vanaf de dokwerker vertrok een demonstratie van ruim 5000 mensen. Met voorop Partij van de Arbeid-fractieleider Wim Kok. In de Chileense hoofdstad Santiago hebben tienduizenden geprotesteerd tegen het bewind van Pinochet. De demonstranten gaven met hun protestmars gehoor aan een oproep van de gezamenlijke oppositiepartijen in Chili. En riepen leuzen als: de militaire dictatuur zal vallen. Hier zijn de Chilenen die voor hun andersdenken betaalden met martelingen, ballingschap, gevangenis en moord, zei de voorzitter van Verenigd Links die de betoging organiseerde. Vuisten werden geheven toen er was geluisterd naar een van de laatste toespraken van de vermoorde president Allende.
Naar schatting waren 50.000 mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen Pinochet. Het weer tot slot. Vanavond plaatselijk wat regen. Morgen periode met zon, maar in de middag en avond enkele buien. Het wordt morgen 18 graden. Dat was het. Goedenavond.